Ik ben bang dat het terugkomt. Dus we hebben hier een kleine scoop. Nou, ik zou dit wel een grote scoop noemen. Dat is Jan. Dat is hem hoor. Volgens mij is dat Jan. Kijk eens wie we daar hebben. Hoe is het? Ja, goed bij jou? Ja, doe je mijn dorp? Ja, ik ben hier even aan het kijken. Ik vind het hier zo ontzettend mooi. Nou ja, dit is nog een beetje oude troep. Dit wordt allemaal nog verbouwd, Fie. Woon jij hier? Nee. In die bejaardenflat? Nee, ik woon in het mooie gedeelte. Jij woont in het mooie gedeelte? Ja. Zit daarachter. Is dat de buurman? Nee. Nee, die kan niet lopen. Hoe kan dat dan? Hij is gehandicapt. Oh. Dat is eigenlijk helemaal niet grappig natuurlijk. Nee, ja, jouw opmerking. Nee, oké. Okay. Maar hoe is het nou? Ja, goed vriend. Met jou? Ja, goed. Maar je komt hier toch niet voor mij, neem ik aan? Nou, eigenlijk wel. Wat is er dan? Nou, we vroegen ons af. Hoe is het nu na Roddelpraat? Roddelpraat is natuurlijk voorbij. Dat is natuurlijk een ontzettende schok. Ja, nou ja, goed. Het was natuurlijk een groot succes. Ja. En er werd veel naar gekeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk nog bijna dagelijks naar gevraagd wordt. Alleen toen kwam Dennis in een soort identiteitscrisis. Die dacht dat hij woke moest worden. En, politiek correct en links en allemaal moeilijk. Ja, over Dennis gesproken, mag ik geen straatinterview doen, dus we moeten eigenlijk eventjes gaan zitten. Ja, Dennis kan van mij de tering genieten, dus ik blijf lekker staan. Maar maar Dennis is dus helemaal losgeslagen, eigenlijk woke, hij is niet losgeslagen, hij is helemaal, hij wil een heel nieuwe identiteit, een nieuw karakter, hij wil lief en aardig en leuk en positief en... En lekker multiculti en inclusief en pluriform en alles wat hij niet is. Is het ook niks voor jou om een beetje die houding aan te nemen? Nou, ik heb het even geprobeerd 2 dagen, maar ik moest bijna spugen van mezelf. Dus nee, ik doe het toch maar niet, Rijn. Ja, ik vind het namelijk wel mooi. Ik vind dat Dennis echt is opgeknapt de laatste tijd. Oh ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zag laatst die filmpjes uit Gersonisos. En toen dacht ik, in kwaliteit is hij er helemaal vooruit. Jezus, wat slecht! No! Dat was niet best. Het erge was dat al die commentatoren al zeiden: waar is Jan en waar blijft Rommel praten? Dat was helemaal lullen. Over dat gesproken, echt honderdduizenden mensen die vragen waar jij blijft met Rommel praat. Ja, nou ja, ik vroeg hem op een gegeven moment ook af. En toen zei Dennis: ja, we kunnen het nog wel doen, mits jij net zo wordt als ik. Ik zei: ja, Dennis, dat wordt lastig, want dan moet ik toch heel veel van mezelf in gaan leveren. Liever gezegd, bijna alles. Maar, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik ben gisteren gebeld door Dennis. Vertel. Nou, kijk, dat Nieuw Nieuws is natuurlijk een hartstikke leuk initiatief. Ja. Maar het loopt voor geen meter, dus ze hebben een succesje nodig. Ja. En die zit naast je met een petje en een brilletje. Daarom zijn we voor langs gekomen vandaag. Ja, dat dacht ik ook wel, jongens, maar ik begrijp het allemaal wel. Dus Dennis die zegt tegen mij, zou je nog een keer overwegen? Ik zeg, nou Dennis, ik wil erover nadenken als je ophoudt met het rare linkse gelul van je. Dus... Ik ben bang dat het terugkomt. Dus we hebben hier een kleine scoop? Nou, ik zou dit wel een grote scoop noemen. Ik maak tegenwoordig prachtige reviews van producten. Ja, is dat goed? Ja, is mooi. Lopen ze goed? Worden ze goed bekeken? Volgens mij niet. Maar als je een beetje vriendelijk bent, dan doe je dat linkje van mijn kanaal hieronder, toch? Ja. Dan kan je daar kijken. Had je verder nog interessante vragen, Rijn? Ja, boy? Ik heb nog een hele goede. Heb je al gestemd op Dennis voor de aanstormend talent? Is dat aanstormend talent? Ik weet niet wat het is, maar ik heb er niet op gestemd op Dennis of als aanstormend talent. Nee. Ga je dat nog wel doen? Is het verstandig om te zeggen dat ik dat ga doen? Ja, dat is wel verstandig. Ja, maar natuurlijk ga ik stemmen op hem. Even knipje doen? Ja. Ga je maar stemmen op Dennis? En natuurlijk man, dat is echt een aanstormend talent. En ik denk het meest aanstormend talent van alle talenten in Nederland. En ik gun hem de eerste prijs bij, wat is het? Televizier. Ja, het zou toch mooi zijn wat die jongen heeft neergezet de afgelopen jaren. Nee, ja. Het was niet best. Nee? Hoogtepunt was Roddelpraat, maar dat kwam door mij. Als ik ergens rondloop in een stad of ga even naar een café of zo, dan wordt het echt omgevraagd om het Roddelpraat. Nee, maar het is echt een serieus ding, hè? Ja, op YouTube Nederland. Ja. Ja. Dat is wel raar. Nee, dat is fantastisch natuurlijk. Wat stel je nou voor? Ik zeg alleen dat sommige mensen eruit zien als een veenlijk. Dat is alles. Ja, maar Petty Brad ziet er toch uit als een veenlijk, of niet? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Oh, jij bent natuurlijk juist onderdeel van dat positieve. Nee, het is hartstikke mooie vrouw voor de leeftijd. Voor de leeftijd is echt een hartstikke mooie vrouw. Ik een vrouw van 90 die er slechter uitziet.
Nee, maar ik heb met die Bart laatst nog gesproken. En het is echt een verademing om daarmee in contact te staan. Dat geloof ik graag. Ik vind het een. Laat ik zo zeggen, ik vind dat wij in Nederland in onze handjes mogen knijpen dat we dit soort talenten nog mogen aanschouwen. Dat ze niet al naar het buitenland is. Want laten we eerlijk zijn, een transfer voor Patty zat er dik in. Ja, maar ik weet, haar hoogtepunt dat ze die klisma van 10 liter in de reet stortte op Ibiza. En daar lag de kermen. Toen dacht ik, ja, dit talent kunnen wij niet in Nederland houden. Die zijn we kwijt. Ja. Wil je nog wat zeggen tegen Dennis? Dennis, je hebt met me contact opgenomen om Rollenpraat weer op te starten. Je weet wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd, gaan we doen, lieve vriend. Maar ik ga niet met de handrem erop. Dus ik zeg wat ik wil zeggen. Dus dat duurt dan een paar uitzendingen. En dan worden we er weer ergens uitgeflikkerd of je wil ermee ophouden. Maar waarom niet? Ja, ik vind het mooi. Gewoon doen, toch, Reinie? Ja, ik zou het gewoon doen. Maar ik ben onpartijdig in deze natuurlijk, want ik wil natuurlijk niks met Rollenpraat te maken hebben. Dat is natuurlijk slecht voor mijn imago. Voor je reputatie, ja. Heb je verteld dat je altijd de cameraman bent geweest? En de edits deed, of niet? Heb je dat niet verteld? Nee, dat weet nog steeds niemand.